Goedemiddag, dit is het Weerginaal van Weerplaza.nl. Een hoge drukgebied ligt boven Oost-Europa. En dankzij dat hoge drukgebied komt er warme lucht vanuit Zuid-Europa onze kant op en daar profiteren wij van. De temperaturen zijn daardoor te hoog voor de tijd van het jaar en dat zal de komende dagen ook nog zo blijven. Enige bedreiging ligt wel boven de Atlantische Oceaan, een frontale zone ligt daar en die komt geleidelijk wat dichterbij. Ook vanuit Zuid-Europa komen wat wolkenbanden onze kant op. En dat, daar zullen we uiteindelijk donderdag en vrijdag mee te maken gaan krijgen. Het blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog en ook warm. Maar vanaf zondag dan krijgen we waarschijnlijk met het koufront boven de oceaan te maken. En dan gaan misschien de temperaturen ook weer een stuk omlaag. Eerst terug naar vanavond. Vanavond is het op veel plaatsen helder. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 12. De wind die blijft zwak en uit het zuidoosten waaien. Meestal windkracht 1 tot 3. Vannacht verandert er eigenlijk vrij weinig. De temperatuur draait naar 3 tot 8 graden met de laagste waarde in het noorden van het land. Op de koudste plaatsen kan ook een mistbank ontstaan en ook een voorstaande grond is mogelijk. De wind die valt vannacht op de koudste plaatsen weg is dan meestal windkracht 1, soms eventjes windkracht 2. Op het IJsselmeer, aan de kust en in de provincie Zeeland dan blijft de wind een beetje doorstaan en blijft meestal matig windkracht 3. Morgen dan gaan we een zonnige dag tegemoet. De temperatuur loopt op naar 22 tot 24 graden. En mogelijk dat het in het noordelijk deel van Limburg 25 graden wordt. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. De komende dagen dan gaat het geleidelijk wat veranderen. Donderdag zien we wat meer, wat meer wolken, met name in de ochtend in de zuidelijke helft. En het is zelfs niet uitgesloten dat er een spat regen uitvalt. In de middag is het overal weer droog, schijnt met periode de zon en wordt het 21 tot 23 graden. In de nacht naar vrijdag dan passeert een volgende zwakke storing die met name in het westelijk kustgebied wat regen kan opleveren. Vrijdag overdag dan is het waarschijnlijk weer droog met 19 tot 22 graden. Zaterdag lijkt dan weer een zonovergrote dag te worden op veel plaatsen met dan maxima van 22 tot 26 graden maar liefst. Dan wel een matige zuidenwind en in de loop van de dag meer bewolking als waarschijnlijk vrij zondag de warmte weer wordt verdreven. Dat is ook te zien in deze grafiek. Daar zien we op zondag een grote spreiding. En dat heeft allemaal te maken met een eventuele storing die die dag gaat doorkomen. Komt die storing laat in de middag, wordt het op veel plaatsen nog warm. Komt die storing al vroeg op de dag, dan wordt het 20 graden zelfs met moeite gehaald. Ook volgende week maandag nog een grote spreiding, want het is nog niet zeker wanneer die storing precies doorkomt. Maar over het algemeen lijkt het erop dat de temperaturen de komende periode langzaam zullen gaan dalen naar mogelijk weer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Neerslag, de komende periode hoeven we daar nog niet heel veel van te verwachten, zeker tot en met komende zaterdag niet. Zoals ik al zei, donderdag en vrijdag kan er misschien een beetje neerslag vallen. Zaterdag is het waarschijnlijk weer droog met veel zon, en dan op zondag die storing die dan passeert. Op de lange termijn dan neemt de kans op neerslag wel weer een beetje toe, maar echt nat, het lijkt de komende periode nog niet te worden. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl